Stikstof. De overheid stelt dat Nederland een groot stikstofprobleem heeft en dat halvering van de veestapel en halvering van het boerenbedrijf daarvoor de oplossing is. De boeren zijn in opstand gekomen en krijgen veel steun. Kan het stikstofprobleem niet beter opgelost worden met technische innovaties? En wat zijn de mogelijkheden van veevoer, stalvloeren en andere innovaties? Professor Johan Sanders is emeritus hoogleraar Biobased Economy aan de Landbouw Universiteit van Wageningen. Hij werkte bij Gistblokades en AVB en kent de agricultuur van binnenuit. Hij richtte onder meer met collega Han Lindeboom en Carla van Soesbergen de stikstoffocusgroep op. En zij leggen alternatieven op tafel. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de dominante media zwijgen. Ik ben Ab Gieselink en ik ben vandaag in gesprek met Johan Sanders. Hartelijk welkom Johan. We, allereerst iets over jouw achtergronden. Wat, 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 hoe ben jij geworden tot stikstofprofessor? Laten we dat dan maar zo zeggen. Dat is een lange route. ja. Uh, maar ik ben uh, moleculair bioloog van opleiding. Ja. Hier in Amsterdam gepromoveerd. Ja. Daarna ben ik bij Gist gaan werken. Een fermentatiebedrijf in Delft. Ja. Daar heb ik allerlei hele innovatieve projecten gedaan. Enzymen uh, gemaakt. Veel goedkoper. Ja. ben daar al in de vroeg tachtige jaren met mest in aanraking gekomen. Want ik, had een, uh, ik was uh, de... Programmalider voor exploratief onderzoek. Mm -hmm. Ik had een groot budget en ik mocht er eigenlijk alles mee doen als het maar vernieuwing gaf en ik ooit een keer geld opleverde. Yeah. En ik dacht: dat mestprobleem is een groot probleem. Ik wil dat helpen oplossen. Yeah. Dus ik heb het enzym uitgevonden om fosfaat in de mest aanzienlijk terug te brengen. Daar maken we nog steeds gebruik van. Mm -hmm. 50 miljoen kilogram. Fosfaat halen we uit het milieu, uit de varkensvoer en het kippenvoer, elk jaar weer hier in Nederland. Maar het enzym is het enig grootste enzym in de wereld geworden. Ja, want uh, internationaal, internationaal. Uh, wordt het gebruikt. En, en een enzym, dat voeg je dan toe, begrijp ik. Aan het veevoer. Uh, en. In het veevoer zitten namelijk al stoffen die heel veel fosfaat bevatten. Ja. Maar daar kunnen de varkens en kippen kunnen dat niet afbreken, niet benutten. Dus daardoor in, komt het in, in, de in de mest het milieu terug. En dan heb je de poppen en dans. dansen. Ja. Ja. Maar als je dat enzym toevoegt uh, in het voer, dan is die afbraak gebeurd in het varken. En dan hoef je dus een heleboel extra fosfaat niet toe te voegen om de botten en de tanden enzovoort te maken. Ja. Dat begrijp ik. Eigenlijk hebben we voor stikstof ook zo'n soort vinding nodig, lijkt me. Ja. Daar gaan we nu straks over praten, want jij komt met negen punten innovaties. Om uh, uh, um nog even het verhaal af te maken, je bent vervolgens gevraagd voor de Wageningen Universiteit. Ik ben eerst uh, researchdirecteur bij AVB geworden. Ja. Daar heb ik de landbouw beter leren kennen. Ja. Ik heb daar ook de kracht van bioraffinage, het uit elkaar rafelen van grondstoffen die in de. Landbouw dus uh, laat groeien. Uh, en dat je dus de aparte fracties die hebben vaak veel meer waarde met elkaar dan dat het samen ongescheiden zou zijn. Mm -hmm. Daarna ben ik in Wageningen hoogleraar biobased economy geworden. Daar heb ik uh, me ook bezig gehouden met hoe kun je innovaties van de grond krijgen in die biobased economy mm -hmm. met name mm -hmm. met zo weinig mogelijk kapitaal. Want als je veel kapitaal nodig hebt. Dat had ik in mijn industriële verleden drie keer ontmoet. Dat een baas zei 50 miljoen of 100 miljoen, laat ik dat maar even aan mij voorbij gaan. Ja, ja. Um, tenzij dat het werkt en dat anderen dat laten zien, dan doen wij het ook. Uh, en toen dacht ik, als wij die hele energietransitie door moeten, en dat geldt hetzelfde voor de stikstoftransitie, als je dat moet doen met enorme bedragen, ja, dan zullen er heel veel bazen met knikkende knieën staan, dus. Ik heb doorgrond hoe je met weinig kapitaal uh, kunt innoveren. En dus ook op kleine schaal, want dat is dan meteen het voordeel. En daar ja. zijn een aantal innovaties weer uit voortgekomen. Ja. Volgende onderwerp, uh, want dat is de eerste vraag eigenlijk. Wat is nu precies wat de overheid wil? Ja. Uh, hè? Waar, wat is, zijn eigenlijk de plannen waar het probleem over is ontstaan? Nou, wat we zien is dat de stikstof in de natuur, dat die uh, de natuur verstoort. Er zijn planten die sneller groeien, terwijl ze dat eigenlijk vroeger dus niet deden. En die overwoekeren andere planten, als ik het simpel zeg. Ja. Nee, ik uh, begrijp dat is wordt gras, bramen en brandnetels. Er dat zijn werd, allerlei werd, voorbeelden die zijn er, ja. waarmee je dit kunt, uh, kunt laten zien hoe dat, ja. Hoe dat werkt. Ja. Um, kortom, het is in die zin nodig om uh, dit stikstof terug te halen. En we hebben natuurlijk een aantal Naturagebieden ja. waarin dat dan aangewezen is, wat ook in de Europese wetgeving staat. Ja. En de vraag is altijd: is dat allemaal wel nodig? Ja. Uh, dat is uh, een belangrijke. Maar dan uh, zou ik toch uh, terug willen gaan naar de planeetgrens. Er is een jaar of vijftien geleden door een groep gerenommeerde wetenschappers, mm. gepubliceerd verschillende keren in het tijdschrift Nature, mm. uh, dat uh, we een aantal planeetgrenzen aan het overschrijden zijn. Ja. Hè, van de CO2, de broeikasgassen. Weten we dat allemaal? Mm. De ozon hebben we eigenlijk heel goed aangepakt twintig jaar geleden. Ja. Maar de stikstof, waar we te veel van gebruiken, en ook de biodiversiteitsverlies dat. Twee van de grote uh, planeetgrenzen die we overschrijden. En die zo met voedselzekerheid in deze hele wereld te maken hebben, ja. daar hebben we heel weinig aandacht voor. Nou, hier, nou begrijp ik dat het stikstofprobleem ook heel erg geconcentreerd is in Nederland. Uh, hey, sterker dan in andere landen, of is dat niet zo? Nou, dat zou ik willen tegenspreken. Dat, uh, in Nederland hebben we daar nu veel aandacht, ook door de wetgeving, ja. die wij wat anders geïnterpreteerd hebben. Ja. Maar als je naar de totale wereld kijkt, dan hebben die wetenschappers vastgesteld dat de planeetgrens ongeveer 90 miljoen ton stikstof kunstmest per jaar uh, toelaat. Ja. Dat is een gemiddelde. Op de ene plek mag het een klein beetje meer gemiddeld zijn. De andere wat minder. Ja. Maar als je de rekensom, de killer rekensom maakt. Dat we met 7,5 miljard mensen zijn. Ja. En je zou die stikstof eerlijk verdelen onder de mensen. Ja. Dan hebben wij eigenlijk maar 12 kilogram aan stikstof per jaar. Per mens, per inwoner van ja, Nederland. Ja, 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 hebben wij te besteden. Ja. En wij gebruiken op dit ogenblik 24 kilogram. Het ja. dubbele. Ja. In Europa. Maar ja, het, ja, wij, ex, wij produceren meer voedsel en exporteren dat voedsel ook. Wat nee, doet. wat ik nu zeg is ja. dus niet de absolute hoeveelheid ja. in dat kleine landje, ja. maar de hoeveelheid per mens uitgedrukt ja. en gecorrigeerd voor wat we exporteren. Ja. In Europa um, is het zelfs het driedubbele, 36 kilogram. Dus belangrijk is eh, als oplossing die wij moeten zoeken in mijn beeld, hm. is dat we niet de verlaging van de stikstof voor de natuur in Nederland bereiken door de veestapel te halveren. Ja. Dat is een technische mogelijkheid om dat te doen. Ja. Daar gaan we over praten. Maar veel beter is om de veestapel in principe op hetzelfde niveau te houden. Maar de input van de stikstof, om die te halveren. Ja. En de verliezen die je dus hebt, die halveer je daarmee dus ook. Ja. Ja. En dan bouw je aan een toekomstbestendige landbouw, ja. die dus in staat is om met veel minder stikstof per mens om voldoende eiwitten op ons bord te krijgen. Want als we dat niet doen, dan lopen we ergens op de wereld of op veel plaatsen op de wereld, lopen we aan tegen veel grotere problemen dan dat we nu in Nederland hebben. Ja. Misoogsten als gevolg, honger daardoor, hongeroorlogen, ja. Migratie enzovoort. Dus die en, dingen maar, hangen allemaal je, samen. Dat in dat plan dat we zo gaan door. Het negenpunten innovatieplan, uh, Dat de 52.000 boerenbedrijven die we hier hebben. In principe zouden kunnen blijven. In principe wel. En dat is natuurlijk altijd krimp. Hè, door dat mensen met pensioen gaan. Zonder opvolgers. Ja. Uh, allerlei redenen kunnen daar zijn. Ja. Maar in principe denk ik dat onze landbouw een van de sterkste van de wereld is... Ja. bij uitstek geschikt is om deze kennis dus verder op te bouwen. Ja. En dan moet je eens dus voorstellen wat je dan krijgt. Dan krijg je kennis die uniek is in de wereld. Kennis die strategisch is... waarmee we bij de Chinezen, waar, waar, waar ze voor bij ons op de knieën gaan. Ja. Hoe groot is die Nederlandse voedselgrootmacht? Want ik weet niet of je dat iets in cijfers kan zeggen, want daar wordt altijd hoog over opgegeven. Wij zouden de tweede exporteur in de wereld zijn. Wij zijn de tweede exporteur in de wereld van landbouwproducten. Dat is, dat is een wat vertekend beeld, maar we zijn groot. Want we importeren misschien wel een derde van. Uh, van wat er wat totaal in Nederland omgaat. Ja. Met, met bloemen, maar ook met allerlei andere grondstoffen. Maar er is 100 miljard, heb ik wel eens begrepen. 100 miljard. Agricultuur, ja. export. Export. Dus dat is heel veel. Ja. Daar verdienen wij als Nederland dus ook heel veel van die meerwaarde. Ja. We hebben een exportoverschot door, door de landbouw. Ja. Um, maar een heel komt ook met import naar binnen. Maar wat ik al zei, we hebben een exportoverschot. Ja. Het, het is een wat vertekend beeld, want die export, ja, de, meer dan de helft, blijft binnen de 500 kilometer rond Nederland. Dus als Nederland een deel van Duitsland zou annexeren, dan zouden we helemaal niet zoveel zou zo exporteren. Het meeste ja? is in de, in de omgeving. Het is in de omgeving. Ja, dat begrijp ik. Nou even die stikstof focusgroep. Um, daar zit in Han Lindeboom, die wij hier ook al geïnterviewd hebben. Daar zit verder in Pelle van Soesbergen. En jij, onder andere. Um, euh, misschien moet je daar nog iets over vertellen. Want ik begrijp dat die stikstoffocusgroep uit D66 is gekomen. Dat is tegenwoordig toch een stuwende partij op dit onderwerp. En dat er binnen die partij eigenlijk fors verschil van mening is. Ja, nou, het is een partij die ook met kennis uh, werkt. Um, dus met kennis en overtuiging en daarom zijn wij in de landbouwwerkgroep zoals dat binnen D66 heet mm -hmm. uh, hebben we de discussie uh, flink gevoerd en uh, omdat stikstof een belangrijk onderwerp is zijn we met zes mensen uit die groep uh, hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben we een aantal uh, rapporten geschreven mm -hmm. die over stikstof gaat en wat je zegt um, ja we zijn het in uh, de, in D66 daar niet over eens. Nee. We hebben toch gemeend om met onze kennis om dat dan breder in Nederland ook te gaan laten gebruiken. Mm -hmm. En we hebben ook andere uh, hebben we die rapporten toegestuurd. En wij treden nu niet meer op als D66. Laat dat ook duidelijk zijn. <laughs> uh, wij nou, treden op... De stikstof focus. Stikstof focus. En ik zeg altijd voor stikstof en andere biobased economies staan we boven de partijen. Ja. Um, we gaan zo nog even kijken wat jullie politiek doen en hoe succesvol dat is. Um, even toch nog even iets over de andere kant, want daar word je toch ook wel mee uh, geconfronteerd. Die zegt onder andere ja, er is een enorm probleem met die stikstof en de grond verschraalt. De boerengrond versraalt en ook het bos of de natuurgebieden versralen. Klopt dat? In hoeverre klopt dat? Ja of nee? Nee, ik denk dat verschralen een verkeerde term is in, in de landbouw. Uh, verschralen ge gebruik je bij natuurgebieden ja. waar te veel meststoffen in zitten ja. en waar je zegt die moet naar de natuurwaarde terug. Ja. En die is in feite zonder meststoffen. Dat was uh, duizend jaar geleden natuurlijk ook zo. Ja. Wat uh, waarschijnlijk bedoeld wordt, uh, is dat we. Uh, op een aantal plaatsen de landbouwgrond uitputten. Ja. Dat daar uh, mineralen, dus dat is niet de stikstof en de fosfaat en de kalium, want daar is genoeg van, hm. maar de micro-elementen, dat we die uitputten, dat we de organische stof uitputten, dat het bodemleven daardoor uh, op, zijn, uh, op zijn donder krijgt en dat daardoor de bodemgezondheid, dat die terugloopt. En klopt dat verhaal? Dat verhaal eh, moet je niet helemaal zwart-wit. Dat is niet overal het geval. Maar in grote lijnen is dat zo. Um, dat we um, in feite te weinig aan bodemgezondheid doen. Want daar begint in feite de, ja, de, de opbrengst van, van de akker, de opbrengst van het weiland. En in een kringlooplandbouw is die grond, die bodemkwaliteit, is ontzettend belangrijk. Ja, dus we hebben wel degelijk, zeg jij, een stikstofprobleem. We hebben een uitputtingsprobleem van de grond. Maar de oplossing om de helft te sluiten en dicht te doen. Eh, die is wat jou betreft niet nodig en niet optimaal. En jij stelt negen punten technische innovatie voor. Ja, want die uitputting. Ik zeg: we zijn begonnen met een ontzettend vruchtbare grond. Ja. En die grond is nog steeds heel vruchtbaar. We leven in een rivierdelta. Ja. Dus die wordt ook aangevoerd. Maar we zouden de bodem een stuk beter kunnen beheren. Oké, okay. daar gaan we nu over praten. Nog even, wat ik altijd wel fascinerend vond toen ik me in deze discussie eh, enigszins verdiepte, was dat we sinds 1990 een daling van stikstof hebben gehad van 45%. Dat is wel gebeurd, begrijp ja. ik, maar dat is niet, niet genoeg. Nee, nee we, zijn, we komen van een enorm hoog niveau. Dat is ook het niveau dat we over verzuring en dat we de bossen zagen teruglopen. Ja. Uh, dus dat was heel zichtbaar. Wat je nu ziet is voor heel veel mensen veel minder zichtbaar. Ja. Dan moet je echt uh, een ecoloog zijn, wil je dat, wil je dat goed zien? Ja. Uh, nou, we hebben heel veel bereikt, maar het is niet voldoende. We zullen dus nog verder terug moeten. De overheid heeft als doel. 39.000 uh, ton aan stikstof te reduceren. Mm -hmm. Heeft ook als doel om de bodemkwaliteit, wat ik net zei, en de waterkwaliteit, om die goed te krijgen. Dat staat in het uh, Nationaal Plan Landelijk Gebied. Mm. Um, en ik ben het van harte eens met die stikstof te reduceren, want dat is dus de manier om, natuur, om, om toekomstbestendig te worden, om te zorgen dat we gemiddeld, zeg maar. De stikstofruimte goed verdelen. Hmm. Um, maar dat dus niet door de veestapel uh, daarmee uh, te laten afnemen. Ja, nog even voor het publiek. We praten voortdurend over stikstof, maar we bedoelen eigenlijk stikstofoxide en ammoniak. Ja. Hè, we praten over. We doen net of we praten over N2, maar we praten over NOxen en NH3. Ja, stikstof ademen we voortdurend in. In de lucht, daar zit. 80% is ongeveer stikstof. Het ja. 20% is zuurstof. Ja. Dat hebben we nodig. Die stikstof gaat erin, komt er ook weer uit. Ja. Is een inert gas. Daar kan een plant niks mee. Nee. Wil het als voedingsstof dienen, dan moet die stikstof eerst reageren met zuurstof. Dan krijg je die NOx'en. Ja. Of het moet reageren met waterstof. En dan krijg je ammoniak. En beide kunnen in feite als een kunstmest, als voeding, ja. voor die planten. Die. NOx komt uit uh, verbranding van, 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 uh, van fossiele brandstoffen. En de ammoniak is, komt uit de veeteelt. Ja, in grote lijnen is dat zo. Ja. We gaan naar de negen punten innovatie. En dat eerste punt. Ik heb die keurig allemaal. Ja, ja eh, misschien nog algemeen in uh, dit plaatje. Want als je naar oplossingen wil gaan kijken. Ja. dan is het goed om naar die rechter kolom te zien. Ja. Dan zie je dat het uh, rode gedeelte. Dat is 60% van alle uitstoot. Het hele balk is 100% van de uitstoot. 60% van de uitstoot die komt bij mestopslag. De mest wordt door de dieren in een kelder uitgepoept. Dat blijft een tijd liggen. In de winter mag je niet uitrijden. Maar ook in de zomer staan heel veel dieren op stal. Mm. Voor, voor een deel in ieder geval. Maar varkens continu. Dat blijft in die mestkelder. En daar treedt ongeveer 60% op... Van de stikstofemissies waar we het over hebben. Ja, ja. 30 procent, dat is het blauwe deel aan de rechterkant, uh, dat komt bij als we de mest uitrijden op het veld. Ja. Dus op het weiland of op de akker. En daarbij uh, gebeurt nog heel veel. Het linker plaatje laat zien waar we vandaan komen. Het was uh, 30 jaar geleden, was het juist het grootste deel kwam bij het uitrijden. Nou, daar hebben we allerlei maatregelen genomen. En eh, dat hebben we dus enorm goed gedaan om dat te verlagen. Maar bij de mestopslag in de stal, daar gaat het nog steeds fout. En je ziet dat het hier verdubbeld is, maar dat is een relatief getal. Uh, je hebt net al gezegd dat de absolute getallen zijn gehalveerd. En dat is ook wat hier gebeurd is. Ja. Uh, maar het relatieve is dus groter geworden. Ja. En de andere bijdrage, dus bij het kunstmest of wat er in de stal gebeurt of bij bewijding, dat is zijn maar hele kleine uitstoten. Dus je moet de oplossingen zoeken door in de stal te gaan kijken en daar maatregelen te treffen. Of je moet zorgen dat je het voorkomt. Ja. En dat voorkomen, daar wil ik nogal wat meer over zeggen. Ja, dat, Maar dat heeft dus ook te maken met wat jij. Uh... Noemde, het gaat over voor de koe. Uh, dan komen we op punt 1 van de 9 punten innovaties. Uh, ik heb het keurig allemaal opgeschreven. Verhogen van het aandeel essentiële aminozuren in varkens en pluiveevoer. Ja, maar toch even nog in het algemeen. Ja. Want um, voorkomen is beter dan genezen. Ja. En er zijn in het verleden en nu ook nog een heleboel technische maatregelen. Die aan de achterkant werken, die aan het eind van de pijp. Dus je maakt eerst, laat je het probleem ontstaan ja. en dan ga je het oplossen. Ja. En er zijn veel betere oplossingen door te voorkomen, ja. of zelfs wat ik dan noem verdienen, door bijvoorbeeld mengvoedergroenstoffen. Als je daarbij realiseert dat daar componenten in zitten die nuttig voor het dier zijn, maar ook componenten die niet nuttig voor het dier zijn, en zelfs componenten die. Negatief nuttig voor het dier zijn. Als je die voordat het dier ingaat, uit elkaar kunt halen en je geeft aan het dier alleen maar de nuttige, dan kun je met die andere componenten, zou je bijvoorbeeld de biobased economy van zijn grondstoffen kunnen voorzien ja. en daar nog wat geld bij kunnen verdienen. Ja. Dus dat zijn verdienmodellen en daar moet je eigenlijk op sturen. Ja. Want wat we nu zien en waar het ook vaak fout gaat. Zijn oplossingen die aan het eind van de pijp ja, ja. de oplossing brengen. Ja. En die hebben een kenmerk dat die na de investering die je gedaan hebt, en die kan best fors zijn, nog elk jaar veel geld en aandacht ja. aan die oplossing moet blijven besteden. Ja. Terwijl als je naar voorkomen kijkt, dan kun je voor eens en voor altijd het probleem niet eens laten ontstaan. Dus je hoeft het ook niet op te lossen. Nee. En met dat verdienen ben je aan het investeren. Om te zorgen dat je geld overhoudt. En dat is een drive, een commitment. wat je dan hebt. waardoor heel veel mensen, ook boeren. geïnteresseerd zouden zijn om het alleen maar goed te doen. Ja, ja begrijp ik. Dat dus begrijp ik. met fraude. je hoeft het niet te controleren. want die boer die zorgt zelf. dat hij zelf. Want, en er zijn aanleveranciers. dat die het goed doen. Ja, omdat het economisch gunstig is. Omdat het economisch. Om het dat hij daarvoor beloond wordt. Maar goed, dan gaan we naar het eerste punt. want je, ik wil die negen punten natuurlijk ja. door met je. Het verhogen van het aandeel. Uh, ja, dat is een methode die al, uh, al een jaar of 30, 40 bestaat. Mm -hmm. uh, voor een deel van, het, van de mogelijkheden. Mm -hmm. Je ziet hier links zie je een tonnetje met uh, 20 duigen. Dat zijn de 20 bouwstenen van eiwit. Mm -hmm. Die heten aminozuren. Yeah. En een aantal zijn genoeg aanwezig. Dat zijn die dus helemaal bovenin komen. Yeah. Maar er is een aantal die je nodig hebt... Die we zelf niet kunnen maken en varkens ook niet, die te kort zijn. En dat zijn die duigen die aan de voorkant zitten, die dus niet naar die 100% zitten. Nou, dan lekt die, uh, die ton als je die zou vullen, maar ja. je kunt hem dus maar nuttig gebruiken, zal ik schatten, voor 70% ja, ja. van alle aminozuren die erin zitten. Ook die dus te veel zijn. Ja, ja. Nou, dat is zonde. Als je die duigen een beetje zou repareren, en je zou dus die duigen die. Te weinig zijn, te laag zijn. Als je die wat aanvult met synthetische aminozuren. En dat klinkt synthetisch, maar die worden gemaakt in fermentaties. Dus uit suiker. Ja. Dan um, nou, wordt die ton, die, daar kan meer water in. Of je maakt meer gebruik van die van allemaal. Wat er te veel was in die linkerkolom. In die linkertonnetje. Um, dat komt in de mes terecht. Ja. En is het helemaal mooi aangevuld. Dan kun je met minder voer, met minder eiwit, kun je hetzelfde resultaat halen. En je krijgt minder stikstof in de mest. En dat, en dat noem je bij punt 2, dat het verhogen van het aandeel bestendig eiwit. Bij punt een, een koe werkt het net wat anders. Wat ik net bij die tonnetjes zei, dat is bij een varken en bij een kip. Ja. Daar werden dus al een paar van die bouwstenen al toegevoegd. Maar ja. er zijn er ook die te duur zijn. Nog steeds. Dus daar moeten we oplossingen vinden om ze goedkoper te maken. Maar dat is met dezelfde technologie. als dat kan met de, met de aminozuren die al op de markt zijn. Bij koeien, bij het bestendigen van eiwit. dat is een woord wat gebruikt wordt voor eiwit. wat niet in de pens wordt afgebroken, de eerste maag. Ja. En dat gaat verder het maag-darmkanaal in. Hm. En dan kan een koe profiteren van de aminozuren van het eiwit. Wat je geeft. En als dat dus eiwit is met genoeg essentiële aminozuren, dat zijn de aminozuren die wij zelf niet kunnen maken, dan krijg je op die manier dus dat een koe veel efficiënter met eiwit omgaat. En hetzelfde is dan, je kunt met minder eiwit, kun je evenveel melk produceren. En omdat je minder eiwit geeft, komt er dus, blijft er dus minder overschot in de mest. En dat betekent dat, dat wat de uitscheiding. Uh, is in feite minder ammoniak. Ja, er zijn in Nederland zijn uh, bedrijven, grote bedrijven, die, uh, SN, die uh, deze bestendig eiwit maken. Je, je gaat uit van eiwit wat je op de markt koopt. Mm -hmm. Daar uh, dat moet je verhitten op een bepaalde manier ja. en dan krijg je bestendig eiwit en dat is op de markt. Ja. En dat is betaalbaar en dat is dus een technologie die gewoon al toegepast wordt. Ja. Andere dingen, want we gaan ze even gewoon doornemen. Ja. Uh, oprapen zeg jij van bietenloof en gebruik als diervoer. Ja. Wat is bietenloof? Wat is uh. bietenloof? Wij hebben uh, ongeveer 80.000 hectare aan bieten elk jaar. Die maken we om suiker van te produceren. Ja. En dat, die, die bieten groeien in de grond. Ja. Als die gerooid zijn, zoals het heet, boven de grond gehaald, gaan ze naar de fabriek. Maar het loof, de bladeren, dat groene materiaal wat het zonlicht heeft ingevangen voor die bieten, dat blijft achter op het veld. Ja. Daar zitten prachtige eiwitten. Er zit 80.000 ton eiwit in. En dan zouden we heel veel soja-eiwit niet meer hoeven te importeren. Als we die 80.000 ton. Direct aan bijvoorbeeld koeien kunnen geven. Ja. Dus oprapen. oprapen en en aan koeien maken. voeren. Ja. En gewoon aan koeien voeren. Ja. Ja, je zou het ook kunnen verwerken, daar kom ik straks nog wel op. Ja. Net als dat je met, met gras doet. Ja. Maar alleen maar het voeren aan koeien. En dat deden we 30 jaar geleden. Deden we dat al. Ja. Dus dat kan echt nog steeds. Mm -hmm. Maar het is goedkoper om soja uit het buitenland te halen. En sommige boeren denken dat die stikstof die in die bladeren in dat eiwit zit, dat dat nuttig is voor het volgende gewas. Ja. Maar drie kwart van het eiwit is afgebroken binnen een paar maanden dat het daar in de winter ligt. Ja. En nadat het eiwit is afgebroken, gaat het als ammoniak de lucht in. Maar het moet eigenlijk een, een kringloop worden. Het is eigenlijk meer een kringloop, je moet die spullen... Oprapen, aan het veevoeren, waardoor die kringloop tot ja. stand komt en je het niet nodig hebt om uit het buitenland te aanleiden. Ja, want op andere plaatsen in de wereld gebruiken we 80.000 hectare om eiwitten te maken. Wat we hier al hebben en wat we ja, ja, laten ja. kapot gaan. En ik begrijp, ik begrijp. En er is al te, we 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 te weinig. lokaal is. En er is al te weinig landbouwgrond in deze wereld. Ja, ja. punt 4. We gaan, we gaan er even door. Ja. Maak het niet de. Te technisch, want uh, anders begrijpen we het niet meer. Verhogen van veldopbrengst bij gras. Ja. Gras is de is belangrijkste basis wat de koe eet. Ja, dus we hebben een bepaalde hoeveelheid op dit ogenblik aan gras. Nou, je kunt dat verhogen door meer kunstmest te geven. Ja. Maar dat mag niet. Wat ook kan, is daar een bepaald soort planten tussen te zetten. Mm -hmm. Vlinderbloemigen heten die en die kunnen de stikstof uit de lucht binden en omzetten in ammoniak. Kijk. En die, dat type vlinderbloemige planten, klaver is een voorbeeld en dat wordt ook al gebruikt in Nederland. Ja. Um, als je die dus tussen het gras zaait, en er zijn proeven in Ierland waar men nog veel verder gaat door een groot aantal verschillende vlinderbloemigen uh, tussen dat gras te zetten, dat koeien dat direct kunnen eten. Hoef je minder stikstof bemesting te geven. En dat helpt dus weer mee om efficiënter het eiwit te maken, efficiënter je planten te groeien. zonder dat er uh, ammoniak de lucht in gaat, enzovoort. Oké, okay. we gaan naar punt 5. Het aanzuren van mest levert minder ammoniaksuitstoot op. en tegelijkertijd minder methaanuitstoot. Ja. Ja, dat is een methode die in Denemarken en andere landen volop wordt gebruikt. De helft van de Deense stallen, daar wordt dan met zwavelzuur gewerkt. Ja. En dat werkt prima om dus de ammoniakemissie uit die stal, hè, waar dus de grootste hoeveelheid dus ook gemaakt wordt, uh, veel minder te krijgen. Ook om uh, de methaan die daar in de stal dus ontwijkt. Dat is dus een broeikasgas, wat je ook niet wil... Uh, dat kun je afremmen. Nou, hebben wij in Nederland eigenlijk genoeg zwavel in de landbouw. En zwavelzuur is een sterk zuur, wat boeren ook niet al te leuk vinden. Maar er is genoeg kennis. Nodig nou, is genoeg kennis ja? om met organische zuren dat te doen. En niet alleen door ze toe te voegen. Maar ook door. Uh, het te laten gebeuren in de mest. Nee. En ik zal je twee buisjes laten ruiken. Ja. Uh, schrik niet meteen. Ja. Dit is de ruwe mest, die ja. dus onbehandeld is. Daarna laat ik je de zure ruiken. Ja. Doe voorzichtig. Nou. Ja, dat is uh, onaangenaam. Ja. <laughs> en deze is dus biologisch aangezuurde mest, waardoor we eerst een suikerbron in de mest hebben ja. en dan gaat de Zuur gaat naar beneden. Ja. En dan heb je dat voor minder, elkaar. Minder, minder uh, pregnant is het. Dit kun je doen. zonder dat je extra kosten maakt. als je die mest. ook weer gebruikt in een biogasinstallatie. En als je die biogasinstallatie. daar wordt. aardgasequivalenten aardgas gemaakt. dan maak je groen gas, zoals dat heet. En uh, de opbrengst. En, en, en dan heb je in feite. Minder ammoniak. De tweede heeft minder ammoniak dan de eerste. Minder ammoniak. Minder broeikasgassen de lucht in. Meer aardgasequivalenten die we maken. Die we, waar we vandaag, waar we vandaag, vandaag op, op, behoefte aan hebben. En minder stank. En minder stank. En dat is, Eigenlijk moet ik me voorstellen dat als ik over het platteland rijd of loop, wandel. die stank die je dan zo nu en dan uh, ruikt, dat is ammoniak, of niet? Ja. Nou, dat is voor een, een deel is dat ammoniak. Ammoniak heeft een hele penetrante lucht. Ja. Maar er zijn ook andere afbraakproducten die in de mest als het een paar weken ligt, dan kan het heel erg gaan, gaan stinken. Ja. Um, nou, maar als je het aanzuurt, dat is één methode, wat ik ja. net heb uitgelegd. Maar een andere mogelijkheid is om het elke dag uit de kelder te halen. Want dan heeft het ook niet de tijd om te gaan verrotten. Ja. En in, in Brabant zijn grote plannen om bijvoorbeeld met een uh, een rioolleidingssysteem ja. vanuit stallen dat naar een centrale mest vergister te brengen ja dus daar zie je boven de grond ook niks van daar wordt dan dat groen gas gemaakt groen gas groen gas ja en dat kun je dus en in... hoe wordt dat dan gebruikt dat is een soort dat gas gaan... wat je wat je, je gaan opstoken en verwarmen ja, dat gaat gewoon in het aardgasnet uh, het is hetzelfde, gas. Dat, het is het hetzelfde gas. Het is hetzelfde gas. Met het Noorse en het Russisch gas wat we al hebben. En, en Een en, klein en beetje Groningsgas. gas, ja. 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 <laughs> Oké, okay, nou, dat, dat, is, dat is altijd goed. Dus daar kun je, zoals jij zegt, geld mee verdienen in ja. plaats van dat het kost. Ja. ja. Dan, uh, uh, punt zes is het ammoniakstrippen van mestdigestaten. Digest, ja, nou dat is eigenlijk waar we nu logischerwijs op komen. Ja. Als je uh, die mestvergisting hebt gedaan. Ja. Dat zijn dus bacteriën die alle resten uit die mest gaan afbreken. En dan maak je dus methaan, aardgas. Ja. Um, maar er ook de eiwitten die er nog in zitten, die worden omgezet in ammoniak. Ja. En die blijft dus in die mestdigestaat zitten in een wat hogere concentratie. Ja. En omdat die concentratie hoog is, gaat die omzetting naar methaan lager, langzamer. Ja. En er zijn verschillende bedrijven, maar er is een heel goed Nederlands bedrijf wat hierin gespecialiseerd is, die die ammoniak tijdens de fermentatie uit de vergister haalt. Ja. En daardoor kan die vergister kleiner gebouwd worden, kost die dus minder kapitaal en betaalt dat strippen. Betaalt zichzelf strippen, is in feite dat je een luchtstroom door die mest haalt. Dan gaat het ammoniakgas, dat dwing je eigenlijk uit die oplossing te gaan. Dan komt het in de lucht, maar allemaal gecontroleerd, want het zit dus in een gesloten vat. Dan gaat het door een zuurvat heen en dan reageert het met zuur. En dan krijg je een stof, ammoniumsulfaat of zo, die je als kunstmestvervanger zou kunnen gebruiken. En nu komt er nog een andere hobbel die wij in Nederland nog moeten nemen. Mm. En dat is dat er verschillende mogelijkheden zijn om kunstmest kunstmestvervangers te maken. Uh, zoals ik nu deze beschrijf. Maar de Europese Unie heeft dat goedgekeurd: dat je dat ook zo mag noemen en in plaats van kunstmest mag doen. Mm. Maar de Nederlandse wetgeving blijft zwaar achter. En die zegt, dat mag niet. Het, is gewoon, het komt uit dierlijke mest. Dus je mag het niet gebruiken. Ja, ja, ja. Dat gaat dan ten koste van de derogatie die we hebben. Ja. En dat geldt ook voor um, dat die gestaat. Als je dat dus afgebroken hebt, zitten daar nog stikstof, fosfaat en kalium in. Ja. Die... Ik, ik, dit is, het is, ik, ik, in grote lijn begrijp ik het niet in alle details, maar ik, ik wil toch ook even naar punt 7. Het raffineren van gras, zoals door Grassa BV. Ja, het is een ander Nederlands bedrijf, ja? waar ik zelf ook vanaf het begin bij uh, betrokken ben. Ja. Ik ben nog een kleine aandeelhouder, ja. uh, maar er is heel veel extra geld bij uh, gegaan. Ja. Wat Grassa kan... Is, uh, maar er is een Deense concurrent die vergelijkbare technologieën heeft ontwikkeld. Yeah. We scheiden twee soorten eiwit van elkaar. Yeah. Uh, wat gewoon in gras zit. Het ene eiwit is het bestendige eiwit waar ik het in het begin even over had. Yeah. Uh, wij hoeven dat niet te maken, want het zit al in gras. Yeah. En wij geven bij voorkeur dat bestendige deel geven we aan koeien. Ja. Ik heb het net uitgelegd. Ja. En het onbestendige deel, wat dus voor koeien helemaal niet zo aantrekkelijk is, dat geven we aan varkens en kippen. En omdat gras eiwit een hele mooie aminozuursamenstelling heeft, mm -hmm. profiteren beide dieren profiteren daarvan. Ja, dus je, je, door, he, je verzamelt heel veel gras en je hebt een bepaalde methode om de, uh, dat te scheiden, waardoor je de ene helft zou ik maar zeggen aan. De koeien geeft en de andere helft aan varkens en kippen. En, en eigenlijk werkt dat optimaal. Dat werkt die. optimaal, want als je bedenkt dan een koe als ze gras eet. dat ongeveer een kwart van alle cellen die ze gegeten heeft. die komen ongeopend nee, nee. onder de staart vandaan. Dus die nee. ben je al kwijt. Nee. Met onze technologie, wij wrijven het, wij ontsluiten de, de cellen in feite. Ja. komt dus een hele celinhoud die komt ter beschikking. Ja. Uh, samen met de koe doen we dat natuurlijk, want ja. dit is de technologie die bovenop wat de koe al kan, uh, het doet. Ja. Dus we hebben 25% minder verlies, maar we hebben nog meer uh, de besparing. Want bij het inkuilen, wat met 75% van al het gras in Nederland gebeurt, ja. gaat ongeveer 15 tot 20% verloren. Dat blijft op het veld liggen, net als die bieten. En die ben je kwijt. Daar heb je geen eiwit voor geen Het inkuilen, dat betekent het samenvatten van dat gras. Ja, dat toch? ging vroeger in een hele grote hoop. Ja. Dat doen we nu in die groene balen, die plastic balen ja. die je op vroeger het veld was er een hooiberg. Ja. Tegenwoordig zijn er, dan Dat zijn die van plastic die plastic balen. balen. Ja. Maar um, daarvoor moet het gras eerst drogen op het veld. Twee ja. dagen. Ja. In de zon, omleggen enzovoort. Ja. En daar gaan de kleine deeltjes, die blijven op het veld liggen, die kun je niet meer oprapen. Dus dan ben je nog eens een keer 15% ja, procent ja, kwijt. Ja, ja, ja. En wij kunnen dus, ondanks dat we ongeveer de helft van dat eiwit aan varkens en kippen geven, ja. wordt er per hectare evenveel melk geproduceerd. En omdat we koeien dus minder stikstof geven, want ze geven dus heel veel minder eiwit, komt er veel minder stikstof in de poep. 30% ongeveer. En het andere grote voordeel is dat we varkens voeren van. Uh, voer, wat in Nederland gemaakt is, ja. en waarvoor we dus geen soja hoeven in te voeren, maar... waar ongezien onge, uh, dus ook weer stikstof, fosfaat en kalium uit het buitenland aangevoerd wordt. Ja. Ja. Dus die zetten we stil. Ja. Die technische innovatie stond er met punt 7, heb ik allemaal het gevoel van, zoals jij dat zegt, het is voor de koe. Het heeft heel veel te maken met optimalisatie eigenlijk van veevoer. Ja, he, waardoor je zegt ja, als je die veevoer beter optimaliseert, beter aanpast en daar is nog absoluut slagen te maken, dan kunnen we een groot deel van het ammoniakprobleem oplossen. Ja. Althans, he, in ieder geval een stuk verbeteren. Dan komen we op punt 8 en dat is eigenlijk achter de koe, namelijk als de urine en de, en de ontlasting eruit gaat, um, dat is het gescheiden opvangen van urine en ontlasting in een emissievrije ecostal? Ja. Uh, en dat zijn ook die, die wc'tjes. Bijvoorbeeld. Uh, uh, daar is wel een discussie over. Uh, maar het gaat dus over die scheiding van urine en ontlasting. D daar zijn, en dat wil ik dat je in je antwoord ook even meeneemt. Want de bestuursrechter, zoals je weet, heeft daar een uitspraak over gedaan... Uh, een heleboel van die boeren hebben zwaar geïnvesteerd in eco-vloeren, waarin dat vanzelf zou gebeuren. En de rechter zegt ja, die heeft aan de natuurorganisaties uh, uh, meegegeven dat die minder goed werken ja. dan de producent opgeeft. Ja, ja ik, ik moet dan eerst beginnen met te zeggen dat dat scheiden van de mest in een dunne fractie en een dikke fractie, of de urine en de poep, zeg maar. Ja. Dan heb je het al verkeerd gedaan, dan begin je te laat. Ja. Want zodra de urine bij de dikke mest is gekomen, bij de poep, hm? zijn de bacteriën uitgewisseld en wordt de ureum die in de urine zit, die wordt afgebroken. Ja. Dat is wat in een aantal van die stalvloeren op dit ogenblik gebeurt, waar men het eerst bij elkaar heeft en het dan zo goed mogelijk scheidt. Nou, dat gaat niet altijd goed. Dat vraagt aandacht. Als je het goed doet, denk ik dat je dat uh, binnen de keurmerken allemaal zou kunnen uitvoeren. Maar het vraagt aandacht, het vraagt geld om dat allemaal te doen. Het kost te maken. Ja. En een boer heeft al genoeg te doen. Dus dan is het vaak als hij de vergunning toch al heeft. en hij wordt er niet voor beloond. Nee, het kost hem tijd. dan gaat het fout. Die koeien toilet, wat je nu zegt, dat die toilet. heeft niks met die vloer te maken. Nee. Die toilet, dat is eigenlijk als een urinoir, um, zoals wij uh, gebruiken. Maar die wordt uh, bij het, uh, in de stal bij koeien. Ja. Um, die koeien die plassen in, die, in dat urinoir. En je kunt dus een groot deel van die urine meteen onge, ongemengd opvangen. Ja. En als het niet gemengd is, dan heeft het een veel langer leven. En dan wordt het geen ammoniak. En dan wordt het lang zo snel niet ammoniak. Ja. En dan moet nog aan gewerkt worden om bijvoorbeeld de ureum eruit te halen. En die weer als kunstmest te kunnen gebruiken. Dus ook dat je daar aan een circulair systeem gaat werken. Ja. Maar daar ben je dus echt nog aan het voorkomen. Terwijl van die stalvloer, ja, dan moet je er het beste van maken. En dan is het dus uh, ja, je, eind heb, van de pijp. Ik heb ergens het gevoel dat jij dat ook niet zo'n hele geweldige. Die zit, in, die zit niet in mijn negen oplossing, nee, die stalvloer. Jij, jij gokt eigenlijk meer op voor de koe. Voor de koe, op, maar ik heb, wel, de koe. ik heb wel met dat mest aan zuren, Dan is het dus ook al het dier uit. En dat kan niet anders, want uh, hoe weinig eiwit je ook in het voer stopt. Je moet altijd eiwit invoeren, er blijven altijd resten, er blijft altijd mest. Ja. Dus je zult ook oplossingen voor de mest Maar hoe kleiner het mestvolume wordt ja. en hoe, hoe lager de stikstofinhoud daarin is, de concentratie, ja, hoe makkelijker de problemen op te lossen zijn. Punt 9, laatste punt: mest met water verdund uitrijden. Ja, dat is een hele makkelijke, uh, maar die kost wat meer geld. Want je hebt twee delen mest en die verdun je met één deel water. Dus je volume wordt groter. De concentratie ammoniak lager, daardoor blijft het beter opgelost. Mm -hmm. Dus het gaat niet de lucht in of minder snel de lucht in. Maar als je dat gaat uitrijden op het veld, en dat moet dus met injectie gebeuren, ben je langer daarmee op je tractor bezig met het uitrijden. Het kost meer diesel, dus dat zijn weer hogere kosten. Um, maar ja, daar moet je kijken wat is de minst, minst kwade. Nou, maar in ieder geval zou dat goed werkt. Het werkt, zijn het werkt stof, wel. Je kunt daar 40% minder ammoniak zie je daarmee de lucht in gaan. Ja. Dus um, dat is voor dit moment een goede oplossing. Oké. Okay. Een aantal oplossingen... Waarvan je als buitenstaander, kritische buitenstaander zoals ik, denkt: uh, waarom zijn die dan al niet beter in, in, uh, ingevoerd? Jij zegt wel, we zijn daar 30 jaar mee beter, bezig, maar het kan beter. En dat zou, uh, daarmee hoef je eigenlijk de zeer stringente maatregelen die nu op tafel liggen niet uit te voeren. Hoe ervaar jij de ontvankelijkheid van jouw idee of jullie ideeën bij bijvoorbeeld de media? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat begint nu op gang te komen. Maar dat heeft. Uh, ja, we zijn al als Stikstof Focusgroep al 2,5, 3 jaar bezig. Ja. ja. In het begin was er geen enkele aandacht. Dat um, was sowieso het probleem. We dachten dat lost zichzelf alweer weer op. Uh, nu, het laatste half jaar, is het natuurlijk toch wel heel sterk geworden. Ook met de boeren die zich uh, uh, hebben laten zien. Ja. Uh, dus het probleem is serieus. We moeten het ook met elkaar uh, oplossen. Ja. En sinds uh, wij die oplossingen dus ook aanreiken, ja. zie je dat, uh, dat de media ons langzamerhand serieus gaan nemen. Maar wat mij betreft nog veel te weinig. Want uh, als ik het over de, de landelijke tv heb, dan worden toch altijd weer dezelfde mensen uitgenodigd. Over de oude thema's. En, die, en, en, en dat zijn meer ecologen. Dat, dat, die zijn er zeker ook die daar gevraagd worden. Ja. Dat zijn mensen die dus goed weten hoe die natuur in elkaar zit. Ja. maar van de technologie en van de technologische oplossingen ja, niks van dichtbij ooit gezien hebben. Ja. Um, dan zijn zij, net als heel veel andere mensen. die hebben gezien dat we al 30 jaar met mestoverschotten zitten. Hmm. ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd in die 30 jaar? Dan gaan ze voorbij aan dat we al die halvering hebben. Dat heb ja. je laten zien. Ja. Maar die stagneert nu. Ja. Waarom stagneert die? Omdat, waarom zou een boer investeren als er toch veel te weinig wordt uh, gehandhaafd door onze overheid? Ja. Waarom zou een bedrijf, zo'n Deens bedrijf, die heeft geprobeerd in Nederland dat aanzuren hier voor elkaar te krijgen? Ja. Nou, moet je je voorstellen, dan moeten ze eerst langs een kennisinstituut. Terwijl het in Denemarken al goedgekeurde technologie is. In Europa dus ja. dan moeten ze langs een Nederlands Kennisinstituut. Die ja. moet dat zien zitten om dat werk te doen. Ja. Zij moeten daar duur voor betalen. Ja, ja. De overheid wil dan nog best wat bijlappen. Dat is uh, maar niet meer dan 50%. Dus het zijn dure investeringen. Ja. En waarom zou dat buitenlandse bedrijf of een Nederlands bedrijf daarin investeren? Als het toch niet gehandhaafd wordt. Maar nu bijvoorbeeld, jullie hebben toch ook bij de minister aan de tafel gezeten. met de focusgroep. Ja. Um, is daar toch nu gezien de crisis. En, en, en het feit dat twee groepen toch wel heel sterk. A scherp tegenover elkaar staan. de boeren en de natuurbeschermers, zullen we dat maar zeggen. is er bij die politiek die daar toch een beetje tussenin zit. ontvankelijkheid voor jouw soort oplossingen? Ja, ik, uh, ik hoop het wel. Uh, in woorden in ieder geval. Want je hebt uh, Remkes horen zeggen dat is nu twee weken geleden na het boerenoverleg dat innovatie op de agenda staat. Hè, er is niet gezegd hoeveel en ook niet welke. Mm -hmm. En ik hoop dus dat het de technologieën zijn met een goed verdienmodel. Want als het dus die eind van de pijp oplossingen zijn, ja daar zou heb ik weinig. Uh, vertrouwen in. Die kosten dus elk jaar geld. Je moet boeren stimuleren met dingen die dus zinvol zijn voor die boeren zelf. Zoals als je, jij met name zoeken in voor de koe, dat betekent in het veevoer, ja, in alle ja, methodieken, om dat boerenbedrijf eigenlijk optimaler te Dat je te goede, laten, goede, dus, goede verdienmodellen hebt. Je hebt deze week horen zeggen. Zelfs na de uitspraak van de Raad van State over die, twee, over die stalvloeren ja. die dan afgekeurd zijn. Zelfs na die uitspraak hebben de twee vrouwelijke ministers, hè, want die hebben we nu op uh, landbouw, uh, hebben gezegd. innovatie blijft op de agenda staan. Ja. Nog even, je vertelde me een anekdote over jouw ontmoeting van met uh, hoogleraar Olf, dat is de man die eigenlijk de voorspreker is van die. 35 wetenschappers die zeggen... Ja. we hebben deze discussie gevoerd... Ja. Ja. en moet nu afgelopen. Ja. We weten uh, halveer de veestapel... halveer het boerenbedrijf. Ja. Uh, misschien moet je daar nog even vertellen. Hoe. Ja, dat, dat stond op de voorpagina... van, uh, van de trouw. Ja. Twee, drie weken geleden. Ja. En daar werden... Uh, Han Lindeboom en ik... werden daar weggezet. Echt weggezet. Als pensionado's. Ja. Zonder verstand van zaken. Want we zaten in hele andere gebieden. Ja. En ik vond dat dat is een manier waar we in onze maatschappij natuurlijk steeds vaker elkaar wegzetten of denken te kunnen wegzetten. Ja. En ik laat me niet graag wegzetten. Dus ik heb meneer Olf gebeld heel en gezegd goed. zullen wij samen een kopje koffie drinken? Heel goed. In Groningen. In Groningen. Ja. Want hij woont in Groningen en ik ook. Ja. Dus dat uh, bespaart de reistijd. Ja. En we hebben vorige week met elkaar uh, aan tafel gezeten. Ja. En dan zie je dat de verschillen eigenlijk heel erg klein zijn. Hij zegt... Ja, die hele grote stallen, dat moeten we niet. De Rabobank of anderen hebben alleen maar innovatie in kostenverlaging, in schaalvergroting enzovoort gezocht. Ja. ja, ja. Daar ben ik ook geen voorstander voor. Nee. Uh, het aantal dieren, ja. Dat is eigenlijk in Nederland vrij constant gebleven. Ja. Misschien zelfs iets teruggelopen in de tijd. De laatste 30 jaar ja. sinds 1990. -19. Zijn beeld was dat het was toegenomen, maar het is per boer is het toegenomen. Ja. Dus de stalgrootte is toegenomen, maar het, de absolute hoeveelheid niet. Nee. Uh, dat we allebei zijn we het erover eens dat de stikstof naar beneden moet. Ja. Uh, maar hij ziet geen technologische mogelijkheden, omdat hij zegt: ja, innovatie, dat, dat lukt niet. Ik heb hem. Um, we hadden een uur de tijd, mijn staat van dienst uh, hier en daar uitgelegd. Ja. Um, en ik denk dat ik heel veel innovatie. Ik heb 39 patentaanvragen op mijn naam. Ja. Um, uh, heel veel zijn daar ook echt commercieel succesvol geworden. Ja. Um, nou, hij, maar uh, daar, kijk, kijk, deze discussie doet mij en een groot deel van het publiek wat nu zit te kijken, heel erg denken aan het corona verhaal. Er is een soort dominant deel die bepaalt in, hè, in het RIVM wat er moet gebeuren. En die heeft eigenlijk voor het coronavirus maar één, één oplossing. Namelijk lockdowns en alles sluiten. Ja. Dat is een soort ja, van dik hout zaag-men-blanke oplossing. En laten we zeggen, de critici worden weggezet. Dat zijn de pensionados. En, en meer creatieve, andere soort oplossingen worden voortdurend weggewoven. Heb je dat gevoel hier eigenlijk al? Ja, dat heb ik hier natuurlijk ook. Het is de ene mening tegenover de andere mening gepolariseerd. En dan probeer je elkaar te betrappen op één klein foutje of één onvolkomenheid. Of ja. kijk maar, je hebt nog niet aan het uh, broeikasgas gedacht, of je hebt net even niet daaraan gedacht. Want het is niet de totale oplossing. Nee, geen van mijn zijn de totale oplossingen. Ze dragen allemaal bij. Ja. Wat we moeten doen is mensen verbinden groepen verbinden aan tafel, ze in een denktank stoppen of in een Presto-koeken zoals dat uh, ook heet. Ja. Zorgen dat ze samen met oplossingen komen. En je kunt samen met oplossingen komen als je het eerst eens wordt over gezamenlijke doelen. Ja, er is er, er is nog één aspect uh, wat ik tot slot even op de agenda zou willen zetten: de de bioboer. Veel mensen, ook uit de grote stad, in mijn eigen omgeving, die willen steeds meer natuurlijk biologisch hoogwaardig voedsel zonder gif um, en ja, er is de indruk dat die landbouw uh, toch ook decennia lang heeft ingezet op schaalvergroting met varkensflats en uh, kippen en allerlei uh, toestanden uh, die we eigenlijk niet willen, die uh, bovendien dieronvriendelijk zijn. Is er een tendens gaande in dat bioboeren en helpt dat ook om het stikstofuitstoot omlaag te krijgen? Um, ja, nou, biologisch boeren, akkerbouw, maar ook de veehouderij, ja. gaat uit van uh, geen kunstmest en geen gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Um, nou, daar wordt ook zoveel mogelijk aan gehouden. Uh, sommige stoffen zijn iets rekkelijker, ja. uh, maar, uh, want je hebt wel. Kunstmest nodig. Ja. Maar dat mag onder bepaalde voorwaarden mondjesmaat. Ja. Maar de hoeveelheid kunstmest die gebruikt wordt is heel erg laag. Ja. Dus de uitstoot is in die zin ook lager. Ja. De schaalgrootte... ik, ik heb wel eens begrepen de helft. Nee, dat, zover komt het niet. Okay. De schaalgrootte is ook lager. Het hangt er ook vanaf van welk element je bekijkt, of het stikstof is of een ander. Ja. Um, maar je kunt heel erg naar beneden. Dat is duidelijk. Als ja. je met vlinderbloemen gewerkt... want dat wordt dan in de akkerbouw vaker gedaan in biologisch teelt... die dus de stikstof uit de lucht binden. Mm -hmm. Ja, dan heb je ook kunstmest, maar die dan uit de lucht komt. Dus het is geen kunst, het is natuurlijk. Maar je gebruikt die planten dus als, als bemester. Ja. Die dat efficiënter doen dan dat je er met kunstmest zit te strooien. Dus dat is, dat is heel duidelijk. Mm -hmm. Biologisch boeren zijn vaak wat kleinschaliger... hebben als het over dieren gaat, meestal ook wat meer aandacht. Maar ik wil ook gezegd hebben dat de veehouderij in Nederland, dat die qua uh, diervriendelijkheid vele malen beter scoort dan gemiddeld de Europese. We vinden, en ook in de wereld, of niet? En of ook man? in de wereld. We, we doen daar altijd heel laatdunkend over. Hè? Want waarom zou je als koe vrijwillig in de stal gaan staan of als varken? Ja. Daar kan je een eigen mening over hebben, dat mag. Mm. Um, maar uh, ze staan in Nederland doorgaans veel beter in die stallen, ook kippen, hm. dan in heel wat buitenlanden die wij uh, kennen. Ja. Oh. Uh, er zijn ook landen waar ze buiten staan, maar waar ze het minder prettig nou, jij, hebben dan, dan bij ons binnen. Jij, jij, jij vertelde mij, want ik zei: Ja, ik zie toch wel heel veel lege weilanden. En je zei: Ja, maar die worden ook maar uh, 240 dagen. Zes uur per dag gebruikt. Ja, dat is. De heel veel koeien gaan dus in de tijd dat het mag. In de winter mag je niet koeien buiten laten. Ja. Want dan uh, groeit, groeien de planten niet. Dus je hebt ook geen kunstmest nodig. Alles is dan in feite te veel. Mm -hmm. Maar uh, twee derde van het jaar. dan uh, groeien de planten wel. Mm -hmm. dan mogen de koeien naar buiten. Nou, die gaan naar buiten. Zeg, uh, zes uur, acht uur of wat dan ook. Ja. He, tussen de twee uh, melk. Uh, dat er gemolken van, wordt. Van negen uur s ochtends tot een uur of drie, vier uur middag. Zes uur, uh, einde van de middag. Ja. dat er weer gemolken wordt. Dus in die periode. dan uh, zie je ook heel veel koeien in de wei. Nou, dat zijn eigenlijk ook net de momenten. dat mensen buiten aan het fietsen zijn. of aan het recreëren zijn. Ja. Want s'nachts doen ze dat niet. Nee. En voor negenen uh, zie ik ook heel weinig mensen dat doen. Ja. Um, voor de stikstof is het beter dat de koeien binnen staan. Ja. Want als koeien in de wijs staan, staan ze vaak dicht bij elkaar. Ja, ja. En dan scheiden ze op een vierkante meter. Ja. En dan heb je daar hele hoge stikstofconcentraties. Ja. Op andere plekken veel te weinig. Ja, dan heb ja, je ja. veel te weinig opbrengst van je gras, van je gewas. Ja, ja. En het is veel slimmer, veel efficiënter om dus uit de stal... Die mest goed uit te rijden. met de voorzorgen die ik net dus ook in al die maatregelen heb uitgelegd. Ja. Dus het is niet één klein oplossing. Die zitten vaak aan elkaar gekoppeld. Die hangen samen met elkaar. En die moet je allemaal goed doen. Als je daar goed voor beloond wordt. en dat kan met een aantal verdienmodellen. dan denk ik dat we, dat we daar een gezonde toekomst uh, tegemoet gaan. Ik begrijp dat de stikstoffocusgroep drie keer. Heeft gesproken met mensen van de commissie Remkes. Ja, ook en, in de afgelopen weken. En dat jullie natuurlijk hopen dat jullie aanbevelingen in het rapport komen en tot uitgangspunt. Ja, Han Lindeboom heeft uitvoerig gesproken over de natuur. Dat, het, dat je de natuur wel heel goed moet kennen om te zien waar zijn nou de problemen en waar zijn ze ook niet. Ja. Hij heeft ook heel uitvoerig gesproken over de modellen. Waar, uh, waar ze kunnen verbeterd worden, die modellen. Waarvoor je ze wel kunt gebruiken. En waarvoor eigenlijk beter niet. Mm. Uh, ik heb heel veel uh, gelegenheid gehad om juist over die oplossingen. die we net ook besproken hebben. Mm -hmm. Ook om te laten zien welke oplossingen. zijn op de lange duur. gewoon beter, omdat ze economisch wat geld opleveren. Ja. En die kun je, dat kun je voorspellen: dat dat gebeurt. In feite gaat het steeds over people. Planet en profit. Ja. Die drie moet je bij elkaar hebben. En nooit met twee van die pees onderweg gaan. Dus denken van, nou, ik ga eerst geld verdienen en de rest komt wel. Mm -hmm. Of eerst de planet of eerst de people en de rest komt wel. Nee. Als je aan een project begint, moet je je ervan verzekeren dat zowel de people als de planet en de profit, dat er aan voldaan wordt. Maar je bent er echt van overtuigd dat die technische innovaties, zoals we daar nu over gepraat hebben. Uh, voldoende oplossing bieden om met het stikstofprobleem verder te gaan. En dat we die, laten we zeggen, zeer dramatische uh, uitstoot van de boerenstand en uit, uitkleding van de boerenstand eigenlijk niet nodig hebben. Ik denk dat we die maar heel beperkt nodig hebben. Laat ik het voorzichtiger zeggen. Ja. Want laten we ook niet polariseren van ik weet het beter dan, dan de rest. Ja. Maar ik wil dat we met een beperkt bedrag, en laten we het maar over 100 miljoen hebben ja. van de 24 miljard, ja. dat de overheid een fonds creëert, ja. dat je dat zorgvuldig beheert door mensen die niet meteen allemaal betrokken zijn, um, en dat je een aantal van die maatregelen die ik genoemd heb, die nog net even een duwtje nodig hebben, dat je die ook helpt. Mm. Als ze veel kapitaal vragen, dan moet je dat dus niet met tien tegelijk doen, dan doe je dat met één. Hmm. werkt het en dat zie je binnen een jaar, dan kun je het verder uitrollen, dan kunnen boeren daarin zelf gaan investeren, dan lopen ze geen risico's meer. Uh, bij degene maatregelen die helemaal niks kosten of weinig, die kun je meteen ook al veel breder uitzetten. Hmm. Waar wij met de Stikstof Focusgroep mee bezig zijn, is om boeren bij elkaar te brengen. Dus niet alleen vijf uh, melkveehouders, maar een aantal melkveehouders, een aantal varkensboeren. Een aantal akkerboeren, want die blijven buiten het radar op dit ogenblik. Mm. Maar die zijn ook een deel van de oplossing. Die kunnen op hun akkers zaken doen waarmee ze de, de, de mest verkleinen of de kunstmestgebruik kunnen verkleinen. Door gewoon andere mest aan te wenden. En die drie groepen boeren, je kunt ook nog de tuiners erbij pakken, maar die zijn niet overal in Nederland. Mm -hmm. Als die boven zitten van Naturagebieden. He, dus waar de wind vandaan komt. Um, zodat ze... Als het ammoniak in de lucht gaat... Dat ze dat dan... Op de Natura-gebieden neer laten komen. Ja. Dus juist daar... Heb je het meeste effect. Als ze met die boeren... Uit die gereedschapskist die ik net heb gezegd... En die kan nog aangevuld worden. Want er zijn nog heel veel meer ideeën... In Nederland die ook goed zijn. Uh, er komen ook mensen naar ons toe... Die zeggen heb je daar aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Dus die had had ik ook nog wat erbij kunnen noemen, maar dan hadden we vanmiddag hier nog gezeten. Mm. Um, dus kijk naar die gereedschapskist die we hebben. Ga dat zorgvuldig doen. Laat de successen, uh, vier die ook in de krant. Uh, en, en betrek dan steeds meer groepen daarbij. Zet daar goede regie op. En dan moet je in een paar jaar, in vijf jaar met een aantal tussendoelen. Dus niet meteen die 39.000 ton. Uh, begin met uh, 10.000 ton. Uh, in vijf jaar, zorg dan daarna dat als het succesvol is, dat je de rest van die 39 pakt. Want dat kan makkelijk. Oké, okay. hartelijk dank voor dit gesprek. Yep.